Een mooie manier om de klantwaarde te verhogen, dus om eigenlijk ja, meer omzet te maken aan dezelfde klanten die je hebt, is om te gaan inspelen op de zogenaamde verzameldrift van je klanten. Ik merk dat de laatste tijd in mijn business, wat ik ben gaan doen in mijn ledensite, in mijn ledenomgeving, is dat ik ja, verschillende trainingsprogramma's aanbied, verschillende producten. En dat we zijn gaan werken met een systeem waarin een klant eigenlijk inlogt in één omgeving waar alle cursussen staan. En al die cursussen zijn allemaal icoontjes in verschillende kleuren. En je kan precies zien tot welke cursussen jij toegang hebt en tot welke cursussen niet. Dus de cursussen die je wel hebt, die zijn netjes ingekleurd. En de cursussen die je niet hebt, die staan er wel tussen, maar die zijn ja, doorzichtig gemaakt. Dus je ziet ze wel. Je kan er ook wel op klikken, maar dan krijg je de melding, nou, je hebt hier geen toegang toe. En dan kun je doorklikken naar de webshop om het te kopen. Vervolgens, als je hebt afgerekend, stuurt de webshop je weer terug naar de membersite, naar de ledenomgeving, alwaar je dan meteen toegang hebt tot die cursus. Nou merk ik dat naarmate mensen meer cursussen bij mij hebben, meer producten hebben afgenomen, dat de kans ook groter wordt dat ze die laatste producten ook gaan afnemen. Omdat ze eigenlijk die kaart, al die vakjes willen invullen. Misschien herken je dat wel van vroeger, als je zo'n kerstkalender had. Dat je elke dag in december zo'n vakje mocht openmaken met een chocolaatje erin. En dat je uiteindelijk natuurlijk die hele kalender open wil hebben. Uiteindelijk willen we het liefste alle vakjes ingekleurd hebben. En je zult dat misschien ook wel kennen van LinkedIn. Als je wel eens inlogt op je LinkedIn profiel, dus bijna elke keer dat je inlogt, krijg je een aantal meldingen van klopt het dat je naar deze school bent geweest? Heb je nog extra diploma's gehaald? Heb je nog extra cursussen gehaald? Kan je nog iets meer over jezelf vertellen? En je ziet een grote meter daarnaast in beeld met hoe deskundig jouw profiel is. En dus als ik inlog, dan staat er zo'n balkje wat bijna helemaal vol is met zeer deskundig, omdat ik bijna alles heb ingevuld aan opleidingen en aan carrière items en daar reacties op heb gekregen en al mijn competenties heb ingevuld. En wat zij eigenlijk doen, ja, je kan het een beetje de perceptie van voortgang noemen, is dat je maakt een LinkedIn profiel aan, je vult een aantal dingen in, hè, die heel standaard zijn, heel makkelijk. Hè. Welke school heb je gezeten, welke opleiding heb je gevolgd? En vervolgens ben je klaar, heb je je profiel en dan is het balkje meteen eigenlijk al half gevuld, want je bent dan al redelijk deskundig. En vervolgens gaan ze van je vragen om nog een aantal extra stappen te zetten. Nou, en omdat je er al in geïnvesteerd hebt, hè, omdat er al een gedeelte is, is de kans groter dat je dat vervolgens vol gaat maken. Onderzoek wijst ook uit dat op het moment dat jij bijvoorbeeld met stempelkaarten werkt, dus je geeft je klant een stempelkaart waar 10 stempels op kunnen en als ze dat hebben dan krijgen ze een cadeautje of dan krijgen ze het volgende product gratis, dat klanten dat meer gaan gebruiken op het moment dat er al stempels opstaan. Dus geef je iemand een kaart met 10 lege vakjes, dan wordt dat minder gebruikt dan wanneer je iemand een kaart geeft met 12 vakjes waarvan er al 2 zijn ingevuld. Want ga je die niet gebruiken, ja, dan gooi je eigenlijk 2 stempels weg. En ga je die andere niet gebruiken, dan gooi je eigenlijk niks weg. En iets verliezen weegt voor ons best wel zwaar. En op het moment dat we het idee hebben dat we het kunnen verliezen, dat is vaak het moment dat we ergens van gaan houden. En dat in relaties is dat ook een hele gezonde factor. En zolang je constant beseft dat je het kwijt kan raken, dat is vaak het moment dat je er meer van gaat houden. En dat is wat het leven ook zo interessant maakt. Hè? Wetende dat het eindig is, wetende dat je het kwijt kan raken, geeft het leven heel veel meer jeu dan wanneer je nu zou weten dat je onsterfelijk zou zijn. Dus die perceptie van voortgang. Hè? Je wil eigenlijk vanaf het eerste moment wil je ze een soort van voorsprongetje geven. Ze noemen dat ook wel het endowment effect. Dus een soort van eerste zetje, een soort van perceptie van voortgang waar ze op door kunnen bouwen. Dus ik merk in mijn geval, om even terug te gaan naar die membersite, dat op het moment dat iemand bijvoorbeeld op mijn website komt en ze downloaden mijn gratis e-book, En ze komen daarna in de ledenomgeving, dat ze dan meteen al 1 vakje hebben ingekleurd. Dus je kan dat ook gratis al initiëren. Door te zeggen van, nou ja, een bezoeker die nieuw is, is nog niet meteen een lead of een klant. Hè. Dat duurt vaak een tijdje. Je wil ze meerdere malen aanraken. Dus dan kan je een bezoeker kan je al omvormen tot een lead, of in mijn geval bijvoorbeeld een lid van de IMU. Door te zeggen van, nou, vul je gegevens even in, alleen je naam en e-mailadres, meer dan dat niet. Dan ga je naar de ledensite en tussen alle vakjes is er al eentje ingekleurd en je bent meteen al lid van de IMU, lid van de community. En je kan meteen doorgaan om ook die andere vakjes te gaan vullen. En dan werkt het zelfs nog beter als je ze naast dat eerste vakje
ook nog meteen een extra tweede vakje geven wat je ze niet beloofd had. Dus bijvoorbeeld een bonuscursus of een bonustraining of een bonussectie. Door te zeggen van nou, ik doe aan ja, under promise en over deliver. Ze hebben ingelogd, ze krijgen datgene wat ze beloofd is en meteen nog iets wat ze niet beloofd was wat extra is. Waardoor die wederkerigheid ook ontstaat. Ze meteen al twee vakjes hebben ingevuld van de 10 in plaats van 1 van de 10. Waardoor de kans veel groter is dat ze uiteindelijk die laatste vakjes ook gaan invullen. En dat is waarom ik ook regelmatig acties doe met losse trainingen. Waarom ik die bijvoorbeeld met korting dan in de markt zet of grote acties doe. Omdat ik dan weet dat alle leden in mijn ledenomgeving weer een extra vakje gevuld hebben. Waardoor de kans groter wordt dat ze ook die vakjes gaan vullen waar het voor mij het meest interessant wordt. Klinkt een beetje als een rare psychologie, die verzameldrift. Maar kan je garanderen dat het heel goed werkt in je business.